Goedemorgen. Wij hebben bij het zwembad gelegen. Nu gaan we naar de Publix sushi halen. Ja, sushi op de beach eten. Het is wel redelijk grijs, dus ik hoop dat het niet gaat regenen. Maar we zullen zien. Mijn bikini vandaag is van Shein. En mijn short is van Totally Too, maar de oude collectie. Mijn schoenen zijn ook Totally Too, die zijn er wel nog. We gaan weer trekken. Oh, ik hoop echt dat het niet gaat regenen. Maar ja, het ziet er redelijk grijs uit, maar we zullen zien. In de plaats van sushi on the beach doen we sushi on the pool. Hier bij het zwembad. Want als het thuis gaat regenen, kunnen we tenminste zo droog onderin gaan. Smakelijk! Smakelijk! Wij zijn net naar de Walmart geweest. Ik hoop dat jullie mij horen, want er is best veel wind. En de radio staat best luid. En we hebben twee dingen gekocht in de Walmart. Gingen eigenlijk voor Sam. En ik heb gluten-free salt en vinegar chips gekocht voor op het vliegtuig overmorgen. En Sam heeft geen flauw idee wat gekocht voor te fitnessen van. Dus ja, dat is wat we hebben gekocht. Nu gaan we naar een bar op het eiland voor een soort tiki bar. En daarna, binnen een uur en een half, ga ik met Anaïs naar de tattoo shop. Want dan gaan we tattoos zetten! Sam doet niet mee, want Sam had vorige keer. We gaan bij dezelfde en Sam had daar zo'n. Ja, dan weer een tattoo blowout. Dus ja, ik snap wel dat Sam niet meer daar wil gaan. Sam gaat enkel nog maar bij Bert gaan, denk ik, in zijn hele leven. En Bert is degene die de arm van Sam heeft gedaan. Dat is Dagger, Moon en Muscles. En ja, Anaïs en ik wilden geen problemen. Dus we gaan daar nog eens. Dus hopelijk dat we deze keer ook geen problemen hebben. We shall see, hè. We zitten hier onder zo'n tiki hutje. Kijk, schattig zo. En hier is een tiki bar. Zo zien de hutjes eruit waar wij onder zitten. Daar is een bar. Ik heb een corona. Sam heeft Bud Light. Schalkes. Maar blijkbaar komt er kaas op calamaris in Amerika. Wie doet dat nu? Je doet toch geen kaas op calamaris? Amerikanen doen kaas op alles. Ja, Amerikanen doen dat echt op alles. Dus nu, wat Samia zei, mogen we deze meenemen en nu betalen, maar we krijgen gewoon een gratis menu. Woehoe, kei lief. Want anders mag ik dat niet eten natuurlijk. Dank u, baby. Deze keer, maar wel zonder taartsaus. Maar dat mag, hè? Yummy! Smakelijk! Ik weet niet meer wat het laatste is wat ik heb gefilmd, maar nu gaan we geld afhalen. Want we gaan tattoos zetten. Het is denk ik wel 7 uur of zo. Een beetje uitgelopen, maar oké. Heel spannend. De kleine naar de deur. Spannend. I could show enough the class study and I try to make good. I am from the west, but I'm not talking Clint Eastwood, yeah. I was thinking about these times, 2 a.m. in my room, creating music with some rhymes. I was feeling divine, third place took a lot of. We zijn terug, Anaïs en ik. En we hebben net barbecue gegeten. En ik heb 2 tattoos laten zetten, eigenlijk 3 plaatsen. Maar 1 hoort samen. En de eerste is
Ja, ik ga dat niet kunnen filmen, hè. Wilt jij dat proberen filmen? Oké, Sam gaat het laten zien. Proberen. Sam gaan leggen. Ze zijn wel ingepakt, dus ja. Tada! Oh, wacht. Scherp stellen. Ja. Mooi, schatje. Dank u. Ik vind het wel cool. Hij heeft mooie hem roosje zelf getekend, hè? Ja. Ja, want ik had een voorbeeld bij. Mm-hmm. En dan had hem twee tekeningen gemaakt. Eén mm-hmm. zelf en één van mijn voorbeeld overgetekend. Maar ik vond dus die hem zelf had gemaakt wel mooier. Ja. En dan heb echt? Ik... Ja. Het was mijn benen. Dat is niet waar. Schelp. Ik zal die zelf... Schelp. Ik zal die zelf proberen laten zien. Ja, let niet op mijn voeten. Ja, dat is inkt. Boah. Ja, dat is allemaal inkt tussen mijn eelt. Zeg. Ik ruik het nog wel. Dus hier staat... Sorry, ik heb trouwens een keelpilletje, maar hier staat salt. En hier staat live. Maar je ziet dat zo niet goed, hè. Nou, ik zal een foto laten zien. Slecht gezellig. Ja, nee, maar dat is gewoon omdat dat nu met die plakkers en dat licht, ziet je het niet. Ja. Ik probeer dat te laten zien, maar je ziet dat niet met dat licht. Hier is trouwens een mooie foto van Annelies haar kop tijdens het tatoeëren. Kijken, waar is die? Hier. Ja, wacht, ik ga hem beter proberen laten zien. Ik weet niet als jullie het zo zien, maar alleszins, als de plakkers eraf zijn, zal ik het laten zien. Maar het ziet er dus zo uit. Maar let dus niet op mijn voeten, want daar zit inkt op. Maar dus Salt Life. En ik heb Salt Life. Oei, ik ben al scherp. Ik heb Salt Life gekozen omdat me dat aan het eiland doet denken. Omdat dat mij doet denken aan het leven bij de beach, in het water, het surfen en de hele dag aan het strand zijn. En de hele dag in de zee zitten. Dus daarom heb ik dat gekozen. En de plaats heb ik gekozen omdat je zo met je voeten in het zand en in de zee zit. Snap je? Maar zoals jullie weten heeft niet elke tattoo die ik heb betekenis. Maar deze dan toch wel een beetje, dat doet me toch wel aan hier denken. Plus, hier is er een groot merk, een surfersmerk, wat vooral ook heel veel vissers kopen hier op het eiland. En dat noemt Salt Life. En mijn papa heeft daar een paar truitjes van. Dus dat doet mij ook wel onrechtstreeks aan mijn papa denken. En soms zit aan mijn voeten te ruiken. Stinken die? Nee. Ah, oké. Okay. En de roos heb ik gekozen omdat een roos wel echt een mooie bloem is. Die zo voor schoonheid staat, maar toch ook robuust is omdat die stekels heeft en doorns heeft. Dus dat vind ik wel cool en toch mooi. Zijn je mij het uitlachen? Ja. Maar uiteindelijk heeft deze eigenlijk niet echt betekenis voor mij. Voilà. Dus gewoon, ik vind dat heel mooi. En zoals ik al zei, voor mij moet niet elke tattoo betekenis hebben. Ik heb er die dat wel hebben en die dat niet, die wel een betekenis hebben en ik heb er die geen betekenis hebben. Hè? Ja. Ja. En Sam heeft geen tattoo gezet deze keer. Nee. Maar Anaïs wel. En die van Anaïs zal ik zelfs ook nog eens laten zien. Ja. Dat is Anaïs haar tattoo. Die heeft Sam zijn tattoo. Het eiland, maar dan in het klein. Ik lig in bed met Anaïs daar. En Sam is zich nog aan het douchen. Maar ik ga alvast slapen, want ik ben moe. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.